Bij de Westerhaven kon iedereen vandaag ervaren hoe het is om over te steken zonder het verkeer goed te kunnen zien. Sinds daar onlangs zebrapaden zijn weggehaald, zijn er geen veilige oversteekpunten meer voor blinden en slechtzienden en die zijn daar niet over te spreken. Daarom werd er speciaal aandacht gevraagd voor dit probleem, omdat het vandaag de dag van de witte stok is. Als blinden en slechtzienden zijn wij afhankelijk van de oplettendheid van andere weggebruikers. En ja, met de witte stok mogen wij overal op straat oversteken. Hè, omdat de witte stok officieel volgens de verkeerswet een soort rood stoplicht is. Maar op zebrapaden worden van ver door automobilisten en fietsers gezien. Dus voor ons zijn dat duidelijke herkenbare oversteekplaatsen. Dus wij voelen ons daar veilig als wij oversteken. En wat gebeurt er dan als die zebrapaden zoals hier weg worden gehaald? Ja, dan zijn wij meer aangewezen op de oplettendheid van andere weggebruikers. En dan voelen wij ons toch onveiliger. En niet alleen wij, maar ook mensen die moeilijker te been zijn of bejaarde mensen. Als ik een boodschap moet doen, ik kom gewoon niet aan de andere kant. Ik ga geregeld naar Albert Heijn. Ik kon altijd daar oversteken. En hier, maar nou niet meer. En ik durf soms niet meer alleen als het een beetje schemeren wordt, al helemaal niet, durf ik de deur niet uit. Ook politici probeerden met slaapmaskers of speciale brillen over te steken. Best wel heftig, vooral de geluiden maakten het best wel heftig. Ik hoorde een grote vrachtwagen op me afkomen en ik dacht van ik heb geen idee of die op tijd remt of niet. Of die me gaat raken of niet. En je hoort af en toe sturen van fietsen die je net op tijd zien, die je nog een bocht om je heen maken. Ja, dat is gewoon best wel een beangstigend gevoel. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om op dit soort kruispunten ook aandacht te geven voor deze problematiek. Naast de zebrapaden die verdwijnen, zijn er nog meer problemen voor de slechtzienden. Sowieso gaan de stoepen steeds verder weg. En daarnaast ook de zebrapaden. Dat geeft gewoon onveilige situaties. Voor mij met mijn geleidehond is het grote probleem dat stoepen verdwijnen dan de zebrapaden. Want in principe, waar je ook oversteekt met je tasstok, mensen moeten stoppen voor je. Maar dat die voetpaden verdwijnen, dat geeft eigenlijk een veiliger gevoel voor mijn hond verdwijnt daarmee. En ik merk dat dat mij heel erg onveilig maakt. En dat ik ook zeker in het donker, als ik niks meer zie, dat ik eigenlijk op bepaalde stukken van de stad gewoon niet meer durf te komen. Omdat ik weet dat mensen daar geen rekening mee kunnen houden. En het ook niet altijd doen. Volgens de oogvereniging is de oplettendheid van weggebruikers het allerbelangrijkste. Dat automobilisten en vooral fietsers in Groningen rekening houden met mensen met een witte stok. Want het gebeurt vaker dat als ik oversteek, dat fietsers mij langs alle kanten voorbij zoeven. En dat ik me afvraag, gaat mijn stok niet tussen de spaken van een fiets belanden. Dus meer in het algemene oplettendheid. Dus daarom zijn wij als oogvereniging ook blij dat er plannen zijn om het appen op fietsen af te schaffen. En dan zebrapaden in concreto, omdat we ons daar veiliger bij voelen. En dat automobilisten en fietsers daar toch meer mee rekening houden dan wanneer er geen zebra is.